Het afgelopen anderhalf jaar was ik, voor degene die het niet wist, wethouder in Rotterdam. Maar daar is eigenlijk soortgelijk als hier in Zoetermeer. Daar hebben ook Partij van de Arbeid en de gemeente elkaar vastgehouden. En daardoor zijn ze eigenlijk allebei niet in het college terechtgekomen. Daar speelden ook nog wel andere zaken hoor. Rond leefbanen Rotterdam voor de tweede keer veruit het grootste. Dus dat is dan ook een ingewikkelde partij om te passeren. Maar dat wat betreft mijzelf. Het is ontzettend leuk. Ik heb het eigenlijk hetzelfde als ik denk om hier te zijn. Ook al is het op een vrijdagavond, zeg ik hierbij. Dus dan thuis weer sorry. Maar wel weer een soort van op pad. En dat gevoel is hartstikke goed. Ik heb zelf vanuit het partijbestuur nog maar een paar keer hebben bij elkaar gezeten. Het gesprek met elkaar te hebben van wat is nou de route, wat is het proces, hoe verschillend staat er ook persoonlijk in en wat gaan we doen. Het is echt een route die we met z'n allen gaan afleggen, maar ook weer ieder op zijn eigen manier en met zijn eigen beleving. Want we zijn allemaal GroenLinksers geworden op een bepaald moment, of Partij van de Arbeid lid geworden op een bepaald moment. Dus je draagt je eigen geschiedenis daar ook in mee. Ik vind het ook wel leuk om iets persoonlijks daarover te zeggen. Ik ben, misschien net niet, maar gewoon wel echt een PvdA opgegroeid type, om het maar te zeggen. Maar ik heb ook wel onlangs zitten nadenken, en dat had ook te maken met allerlei inhoudelijke discussies. Ik maak me gewoon ongelooflijk grote zorgen over de tijd waarin we leven. En in de tijd waarin we leven, zou je zeggen, is een super is de noodzaak voor super progressieve linkse politiek, duurzame politiek, is nooit zo urgent geweest als nu. Ik kan me eigenlijk, maar goed, ik ben 54, ik ben mijn 16e politiek actief geworden, ik kan me eigenlijk geen tijdvak herinneren waarvan je zou kunnen zeggen, het zou nu moeten gebeuren. He, dus, en al was het maar vanwege het afschuwelijke nieuwsbericht vanochtend van een kind in Rotterdam wat op de lagere school komt en flauw valt op maandagochtend omdat ze het hele weekend niet gegeten heeft, omdat moeder de rekening niet meer kan betalen die voor een deel komen uit wat we doen in die energievoorziening. En dat we daar ook iets van later mee zijn begonnen. Dus hoe mooi is dat om het eigenlijk de elementen van beide partijen en die krachten te bundelen en te kijken waar dat komt. Dat is echt lastig. Ja, want iedereen is, wat ik al zei, zijn eigen seizoenist, maar ook zijn eigen tegemoet daarbij. En toch denk ik dat het met prudentie het ongelooflijk goed is om die stappen te zetten. In alle openheid, met ongelooflijk veel aandacht voor onze leden. En dat brengt mij er ook toe om te zeggen dat het juist zo leuk is om hier te staan. Omdat ik denk, en daar had ik het Katinka en ik het vanochtend ook even aan de telefoon over. Ik vind het wel mooi ook als die beweging op ieder op zijn eigen manier ook juist weer lokaal geworden is. En ik denk ook dat dat een goede manier is om stappen te zetten. We gaan elkaar beter leren kennen. Een aantal leden van het GroenLinks partijbestuur ken ik overigens net iets beter dan mijn eigen partijbestuursleden. Maar dat heeft wel weer andere dingen te maken. Dus je komt elkaar gedurende die carrière ook wel weer tegen. En in die ontmoetingen zullen we met elkaar gaan uitvinden hoe het gaat doen. En die eerste stap is dan die gezamenlijke fractie die in de Eerste Kamer gaat zitten en aan de slag gaat. Je zult lokaal wat initiatieven gaan. Het zal misschien een wat stevigere discussie worden, ook inhoudelijk. Op het moment dat het kabinet snel valt, hè, dat zijn allemaal van die vragen waar ik af en toe mee speel, maar waar ik nog helemaal nergens met niemand over gehad heb. Maar dat we met z'n allen moeten werken aan een duurzame politiek, meer bestaanszekerheid, ervoor zorgen dat mensen rond kunnen komen deze winter, dat ze rond kunnen komen van het werk wat ze doen, en tegelijkertijd dat we deze aardbol en deze planeet zo achterlaten dat het ook nog leuk is voor onze kinderen en onze kleinkinderen. Daar zijn we volgens mij in deze zaal allemaal van overtuigd. En dat zou mooi zijn als we dat in de samenwerking tot stand brengen. Dank jullie wel.